voetbal. Er wordt hier vanavond iets heel anders gedaan. En wat dat is, dat laten we u nu even zien aan de hand van de nu volgende beelden. Wereldkampioenschap Speedway voor landenteams vanavond van 11:30 tot 12:00 op deze zender. Vanaf 8:00 top Speedway in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Deelnemende landen zijn Joegoslavië, Oostenrijk, Noorwegen en natuurlijk Nederland. In het reddingskwartier is men al een beetje aan het sleutelen voor dat grote evenement van vanavond. Joegoslavië, Oostenrijk, Noorwegen en Nederland strijden dan in groep D in het klassement voor Speedway landenteams. In het reddingskwartier is op dit moment niet alleen Henny Kroesen, maar ook Walter Thiemessen. In het reddingskwartier samen met Henny Kroesen. Het is hier uiteraard een drukte van belang, Henny, want de laatste hand wordt gelegd aan de motoren, de zo belangrijke motorfietsen waar het vanavond allemaal op moet gaan gebeuren. Vorige keer, ik herinner het me nog goed, toen was je geblesseerd. Toen had je last van je voet en dat drukte de prestaties van het Nederlands team. Hoe is het nu met je? Nou, momenteel is het erg goed, want ja, ik ben goed in vorm. We hebben het weekend 2 wedstrijden gereden. We hebben zaterdag gereden in Blijham voor de Eurocup. En zijn we dus tweede geworden achter Italië, maar toch voor Oostenrijk. En Oostenrijk is vanavond onze belangrijkste tegenstander. En gisteren waren we gedeelde tweede, ook weer met de Oostenrijkers, maar toch weer achter Italië. Maar de Oostenrijker, dat is eigenlijk het enige land waar we ons vanavond op concentreren moeten. En die moeten wij vanavond kloppen, want het is nou nog, hierna nog 1 wedstrijd. Dat is in Oostenrijk, dus dat is dan in het Hol van de Leeuw. En wij moeten allebei wedstrijden nog winnen, want hun hebben de eerste 2 gewonnen. En wij moeten dat vanavond en de volgende keer gaan doen. Kortom, dit is eigenlijk de wedstrijd van de waarheid voor Henny Kroesen en zijn mederijders. Nou, zo kun je het misschien wel zeggen. Ik vind het, we moeten, ja, dit weekend hebben we dan bewezen dat we ze kunnen kloppen. Dus ik vind, we moeten er ook alles aan doen. En we hebben er alles aan gedaan, qua materiaal en zo en qua trainingen, om te winnen. Goed, dan krijg je een startlijst. Daar kijk je op, want zo gaat dat nou eenmaal. En dan zie ik als reserve rijden de captain Henny Kroesen staan. Dan begrijp ik er niks meer van. Nou, het is zo, ik ben eigenlijk al die jaren dat we met het Nederlandse team in het buitenland rijden, ben ik altijd reserve, maar een zogenaamde tactische reserve. Leg eens even uit hoe dat nu precies zit. Op het, kijk, we laten dus alle jongens gewoon van start gaan. En op het moment dat de een wat minder presteert, nou, die zijn niet, die ga ik dan ga ik overnemen. Je wordt min of meer als joker ingezet? Dan word ik als joker ingezet. En dat is tot nu toe in de vorige 2 WK-teams wedstrijden heeft dat goed gewerkt. Want ik was beide keren was ik topscorer, respectief met 13 en met 14 punten. Denk je overigens dat de Nederlandse ploeg, want ik heb begrepen dat er ook wat blessureproblemen zijn, hè, met Robbie Steeman, dat jullie voldoende kwaliteit zullen hebben om vanavond die Oostenrijkers te weerstaan? Nou, we hebben dus inderdaad de pech dat Robbie dus zaterdag in de training in Blijham gevallen is. Maar we hebben dus daar nou toch weer Leo Badhoorn en Robert-Jan Munnekom, wat dan eigenlijk 2 jonge rijders zijn waar we in de toekomst toch mee verder moeten. En ik denk wel dat, dat ze het aan kunnen vanavond. Dat we dat samen moeten doen. Want met het team is het gewoon zo dat nooit één man het alleen kan presteren. Je moet het met z'n allen doen. Dus we moeten toch zoveel de jongens opzien te peppen dat het lukt. En ik heb er wel vertrouwen in dat het lukt. Een wereldkampioenschap in de D-pool. Zoals gezegd, Oostenrijk is de belangrijkste tegenstander. Maar Noorwegen, daar zit volgens jou het meeste talent. Nou, als je kijkt naar het team, het is een team met een gemiddelde leeftijd van rond de 20 jaar, dus het is het jongste team. En als je ziet hoe als die jongens er allemaal op zitten, dan zeg ik, nou, dat is het team voor de toekomst. En ik zou willen dat we ook al zoveel toch goede jonge rijders hadden van rond die leeftijd. Want als je gaat kijken hoe oud of toch dan Frits is en hoe oud of Henk is en ikzelf, ja, 34 en meer jaren, dat is eigenlijk een beetje een oude kant. Dus we moeten toch zien dat we meer jeugd krijgen die ermee willen beginnen. Vorige keer, eigenlijk bij de opening in het Olympisch Stadion, het feestje dat gebouwd werd rondom die nieuwe baan, toen was er kritiek. Kritiek van een aantal rijders die zeiden van ja, het is ons allemaal wat te glad, te effen. Is het veranderd? Ja, sinds de allereerste keer is de baan dus toch wat veranderd. Hij is iets ruwer gemaakt. Maar kijk, je moet niet vergeten, we wilden eigenlijk de eerste avond beginnen met een goede baan. Dus we hebben dus de bouwers van de baan gevraagd, maak hem prima. En ze hebben zich zo goed van de taak gekweten dat ze hem gewoon te goed hebben gemaakt. En waardoor je dus eigenlijk geen kans had om van achteren in te halen en spannende hits te krijgen. Het is allemaal wat hobbeliger. Ze hebben hem nou gewoon iets ruwer gemaakt. En waardoor dus mensen die vooraan liggen toch ook de fout in kunnen gaan. Waardoor een ander weer profiteren kan. Waardoor je dus beter speed weer krijgt.
We zijn uiteraard nog niet aan het einde van het seizoen. Er staan nog een aantal wedstrijden op het programma. Heb je toch de indruk dat het niveau van de Nederlanders gestegen is? Met name natuurlijk met het oog op het wereldkampioenschap volgend jaar in Nederland? Absoluut. Want als ik zie hoe goed of dan Robbie Steeman zich dit jaar manifesteert en Robert-Jan Munnekom onder andere. Nou, dan zeg ik, nou, we zijn op een goede weg. Maar we moeten nog wat meer jongens erbij zien te krijgen. Jonge knapen die willen gaan speedwayen. Waar moet dat vandaan komen? Of is het alleen maar weer het bekende winkeltje, het bekende patroon van de rijders die bekend zijn en familieleden? Nou, waar moet het vandaan komen? Ja, vaak is het wel zo dat het dan weer familie is die geïnteresseerd is en waardoor dus jonge rijders naar voren komen. Maar we hebben één of twee jongens die dus 14 en 15 jaar respectievelijk zijn. Dat is dan Aga Lucardi en de jongen van Bangma. Nou, die zijn dus 14, 15 jaar. Die zijn eigenlijk nog net iets te jong om nou al mee te draaien. Om bromfiets te rijden moet je toch 16 zijn? Ja, dat klopt. Dus internationaal te gaan rijden, dan moet je sowieso 18 zijn voor internationale wedstrijden. Maar het feit dat de jongens al zo goed erop zitten, nou, dat is goed, leuk voor de toekomst. Goed, wij wachten het af, Henny Kroeze, vanavond om 11:30 op Nederland 1. Een extra uitzending met Speedway. Bedankt en succes. Oké, dank je.